Leuk om te zien dat jullie allemaal de moeite hebben genomen om te komen. Voor degenen die het niet weten, ik ben Harm van Os en ik heet jullie namens de firma Tekenos allemaal van harte welkom op deze locatie. Onze in aanbouw zijnde uitvalsbasis. 40 jaar geleden is het gestart. Hij is erbij, de aanstichter van dit alles, Freek van Os zelf. Een klein huisje naast de intratuin, maar dat werd al snel te klein. Dus moesten we naar de Leidseweg 395. Als je er langs rijdt, staat er nog een hele mooie schuur. Dat was toen een riante schuur voor ons. Maar die werd ook te klein en toen moest de Leidseweg 246 uitkomst gaan bieden. Maar ook dat werd te klein en toen werd het de Leidseweg 253. Vier verhuizingen in één straat. En daar hebben we denk ik wel het maximale wat er mogelijk was uitgeperst. Maar het terrein is vol, de gebouwen zijn oud en we willen verder. Dus zodoende staan we hier. We staan voor het gebouw. Het gebouw zelf, als we ernaar kijken, dan op de begane grond komen grotendeels spullen te staan die we al gekocht hebben. Nou, daar hebben we lekker veel ruimte voor gereserveerd. Dus hopelijk hebben we die allemaal nodig. Daar komt een werkplaats, bovenop komen kantoren. Dit vinden we het mooiste stukje, daar komt de kantine. Maar we zijn hier vandaag niet om naar een gebouw te kijken wat half af is. We zijn hier vandaag met een andere reden. We hebben ons in al die jaren ontwikkeld van een partij die eigenlijk goed was in rioleringen en loodgieterwerk tot een partij die zich heeft bekwaamd in alle installaties die zich in het gebouw bevinden. En daarbij gefocust op duurzaamheid. De techniek vinden we leuk. Dat triggert ons. De mensen die bij ons bedrijf werken, die vinden dat leuk. Een beetje streberig als het gaat om nieuwe technieken. We willen graag voorop lopen. En een goede 7 jaar geleden begonnen we met zonnepanelen. Dat was toen nog. Het was niet nieuw, maar dat gebeurde zeker niet op de schaal waarop het nu ging. 7 jaar geleden boorden we onze eerste bron in Voorschoten. 5 jaar geleden de tweede bron. En sindsdien werden het er alleen maar meer. En we zien dat mensen daar bij onze klanten ontstaat er een bewustzijn. In de politiek ook. We hebben natuurlijk het verdrag van Parijs gehad. We hebben als Nederland gezegd dat we gaan voldoen aan dat verdrag, dus we moeten wat en we hebben veel tastbaarder en Groningen wat een beetje trilt. Dus we moeten wat in Nederland en de politiek heeft daar beslissing over genomen en de conclusie lijkt duidelijk, we moeten los van gas hier in Nederland. En dat kan. Er ligt alleen wel een fantastische uitdaging te wachten voor de BV Nederland. Iedereen moet daaraan meedoen en wij als loodgietersbedrijf mogen er graag over praten bij onze klanten. Maar ja, put your money where your mouth is, dan moet je als je gaat verhuizen ook aan de bak. En zodoende, dat gaan we doen. Ik zal in de notendop vertellen wat we gaan maken. Ik ga er niet heel uitgebreid op in, er hangt hier nog een poster. Er zijn mensen in rode shirtjes, daar kun je na afloop gerust vragen aan stellen als je denkt, hey, hoe zit dat nou precies? Daar staat een apparaat, die gaat een gat in de grond boren. Binnen komt een warmtepomp. Een warmtepomp is een apparaat die is gevuld met een koelmiddel. Dat koelmiddel gaat van vloeibaar naar gas en weer terug. En bij die faseovergang, daar komt de energie vrij. En die energie die gaan we in dat gebouw stoppen. Maar de wet van behoud van energie zegt, daar waar je energie eruit haalt, moet je er ook iets in stoppen. Nou, dat wat we erin gaan stoppen, gaan we hier uit de bodem halen. Een warmtepomp heeft een paar gebreken of kenmerken waar je rekening mee moet houden als je hem gaat ontwerpen. Hij is niet zo goed in hele hoge temperaturen maken. Dus 55 graden cv water, dan heb je het echt helemaal gehad. Daar moet je dus over nadenken. En een andere regel is, hoe hoger de temperatuur die je uit de bodem haalt, hoe hoger het rendement van het apparaat. Nou, we gaan hier in dit gebouw vloer verwarmen. We hebben hem lekker geïsoleerd, zoals je kan zien aan de dakplaten gaat er een goede plak isolatie overheen. Die gaat ook aan de zijkant erop. Dus dit gebouw heeft al niet zo heel veel energie nodig. Dus dat scheelt sowieso al. Dan gaat de vloerverwarming in. Dan heb je met 35 graden water genoeg een gebouw te verwarmen, dus we blijven lekker binnen dat bereik van die 55 graden van die warmtepomp. En daarnaast gaan we hier een paar gaten in de grond boren. Als je dat allemaal goed aan elkaar knoopt, dan geldt ongeveer de regel dat als je de stekker in het stopcontact doet, dat die 1 kW uit het stopcontact trekt en 5 of 6 kW in dat gebouw gaat stoppen. Nou, dat leek ons wel wat. Zodoende staan we hier. Ik zei het net al, er ligt een uitdaging voor de BV Nederland en voor Voorschoten. Ik ben bij het lijsttrekkersdebat geweest. Daar zag ik D66 als de meest ambitieuze, de rest misschien iets realistischer. Maar de conclusie was wel, wat er kan, moeten we doen. Nou, dit kan. En we zijn niet de enige in Voorschoten, we zijn ook niet de eerste. Dus we hoeven daarom onszelf niet op de borst te slaan. Maar we vonden het wel een mooie gelegenheid. We willen het vieren.
En we willen het moment gebruiken om andere partijen te informeren, uit te dagen, te inspireren, want dit kan. Alvast hartelijk dank voor uw komst. En ik ga u uitnodigen bij het paneel om de knop in te drukken om de boring van vandaag officieel te starten. Het is niet helemaal de knop. Ja, ja, ja. 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 Ja,